Heer is waarlijk opgestaan. En wat hebben we daar al heerlijk van gezongen met dat prachtige lied. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem. Wat een fantastisch lied en wat een fantastische morgen, Noortje, deze paasmorgen. Ja, deze paasmorgen, zo mooi. Als je dan bedenkt en als je leest in de Bijbel wat er is gebeurd en wat een enorm wonder dat is geweest, dat Jezus is opgestaan. Hij had het voorzegd, maar niemand had het eigenlijk verwacht. En ja, zo mooi om daar nog met elkaar nu allerlei liederen over te zingen. Mooie paasliederen. En we vinden het fijn dat u kijkt en we wensen u ook een hele goede paasdag toe. En zeker de vrede en de genade van Jezus Christus. Dat hij met u zal zijn deze dag. En we gaan heerlijk zingen. Christus onze Heer verrees.
Ik wil graag op deze paasmorgen met u lezen over het lege graf. Dat staat boven Johannes 24. Ik lees de eerste 8 versen. Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het ochtendgloren naar het graf met geurige olie die ze bereid hadden. Bij het graf aangekomen zagen ze echter dat de steen voor het graf was weggerold. En toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam van de Heer niet. Ze wisten zich geen raad. Plotseling stonden er 2 mannen in stralende gewaden bij hen. En ze werden door schrik bevangen en bogen het hoofd. En de mannen zeiden tegen hen: waarom zoeken jullie de levende bij de doden? Hij is hier niet. Hij is uit de dood opgewekt. Herinner je wat hij jullie gezegd heeft toen hij nog in Galilea was? De mensenzoon moest worden uitgeleverd aan zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. En toen herinnerden ze zich zijn woorden. Ja, bijzonder dat ze het eigenlijk niet wisten en toch ver in de herinnering het toch wel wisten. Dat het moest gebeuren, zij moest worden gekruisigd en weer zou opstaan. Prachtig dat ze dat dan zo langzaam tot zich door lieten dringen. Dan kun je eigenlijk alleen maar zeggen: Heer, ik prijs uw grote naam. Dat gaan we ook doen met het volgende lied. En het lied daarna: ik heb de vaste grond gevonden. Want ja, die vaste grond hebben we door de redding van Jezus Christus. Daarvan gaan we samen zingen. Thank you.
Ik lees verder in Lucas 24. De vrouwen keerden terug van het graf en gingen aan de 11 en aan alle anderen vertellen wat er was gebeurd. Het waren Maria van Magdala, Johanna en Maria de moeder van Jacobus en nog een aantal andere vrouwen die hen vergezelden. Ze vertelden de apostelen wat er was gebeurd, maar die vonden het maar kletspraat en geloofden hen niet. Petrus echter stond op en rende naar het graf. Hij bukte zich om te kijken, maar zag alleen de linnen doeken liggen. Daarop ging hij terug, vol verwondering wat er was gebeurd. Ja, verwondering. Je snapt er niets van. Je ziet iets en je begrijpt het niet. En je mag je ook best verwonderen, want het is ook een heel groot wonder. Maar wat veel belangrijker is, omdat na die verwondering aan ons gegeven is om het te verkondigen, het te laten horen. Wat is er gebeurd? Godendank. Laat iedereen het horen. Hij is opgestaan. Laten we ervan getuigen. En al zullen heel veel mensen het niet begrijpen, ons misschien wel heel een beetje raar vinden. En toch moeten we dwars door alles heen het blijven verkondigen, het blijven zingen, het blijven uitroepen. Hij is opgestaan. Hij redt. Hij is onze enige redding voor de hele wereld. Laten we samen blijven zingen van dit grote wonder en ook altijd verwonderd blijven. Thank you.
lees verder in Lucas 24. En er staat boven verschijningen. Jezus opgenomen in de hemel. Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar Emmaus, een dorp dat 60 stadia van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hen: waar lopen jullie toch over te praten? En daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat er deze dagen daar is gebeurd? Jezus vroeg hen: wat dan? En ze antwoordden: wat er gebeurd is met Jezus van Nazareth, een machtige profeet in woord en daad, in de ogen van God en van het hele volk. Onze hoge priesters, leiders, hebben hem ter dood veroordeeld en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar inmiddels is het al de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen naar de graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet. En ze kwamen vertellen dat er engelen bij hen aan hen waren verschenen, die zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan, zoals de vrouwen hadden gezegd. Maar Jezus zagen ze daar niet. En toen zei hij tegen hen: hebben jullie dan zo weinig verstand en zijn jullie zo traag van begrip dat jullie niet geloven in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde hij, Jezus, hun wat er in al de schriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. Ja, bijzonder. In dat vorige stukje ging het over Petrus. Die was vol verwondering. Maar deze mensen zijn vol verwarring. Dat is echt heel anders. Een hele andere richting. En ze waren ook vertroebeld. Hè? Hun blik was vertroebeld. Ze zagen het niet dat Jezus het was die met hem meeging. Zo bijzonder. Ja, hoe verschillend je kunt reageren en hoe je misschien ook helemaal in jezelf kunt zitten, ontgoocheld door de teleurstellingen. En dan dat opeens Jezus naast je loopt. Dat je dat niet ziet. En hem niet herkent. Gewoon, je weet wie hij is, je hebt met hem opgetrokken. Ja. En dat kan ons natuurlijk ook gewoon gebeuren, dat we dagelijks met hem optrekken en dat we hem soms tegenkomen en hem niet herkennen. Ja mooi. Ja, inderdaad. Ja. En ook mooi hoe er staat: hij moest het lijden ondergaan. Hij zei het zelf nog een keer. Ik moest het ondergaan, ja, om toch in mijn glorie in te gaan. En het stond allemaal opgeschreven. Ja. Hij ging het ze ook uitleggen vanaf Mozes naar de profeten toe. Ja. En zeker in die glorie, ja, daar zie je Pasen weer in. Juist dat hij tot zijn glorie moest ingaan. We gaan er ook van zingen in het volgende lied. Glorie, glorie, glorie aan het Lam. Het Lam dat voor ons en voor onze zonden is gestorven. En daarna dat prachtige paaslied. Geprezen zij de Heer.
Ik lees weer verder. Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar zij drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen. En ze zeiden, blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde. Hij ging met hen mee en bleef bij hen. Toen hij met hen aanlag voor de maaltijd, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar, brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot? Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de 11 en de anderen aantroffen, die tegen hen zeiden, de Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen. De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen had kenbaar gemaakt door het breken van het brood. Pas bij het breken van het brood herkenden ze hem en dachten zich van, ja, maar we waren toch al, eigenlijk was het bijzonder, ontbrandde ons hart niet toen we hem hoorden spreken. Gebeurt het ons zelf ook niet heel vaak dat ons hart, dat we wel iets voelen, maar het nog niet zien en dat we dan, ja, misschien door een andere gelegenheid, misschien wel door het avondmaal, of het gaan naar een kerkdienst, of het zingen van een lied, dat het opeens duidelijk wordt. En daarom is het met elkaar dingen doen, met elkaar getuigen, samen avondmaal vieren, samen zingen, is zo belangrijk om ons in beweging te brengen, om ons te doen ontvlammen. En dan gaan we ook zingen, dan gaan we getuigen. En dan weten we ook, kunnen we zingen van de Heer is mijn licht. En u bent de rots van mijn bestaan, u bent de grond waar... Dan kan je enthousiast worden van alles en nog wat. Maar dat punt, hoe krijgen we dat licht nou ontstoken? Hoe gaat dat vlammetje nou weer branden? We moeten elkaar ook blijven inspireren. Daarom is het ook zo mooi om op Eerste Paasdag deze uitzending samen met u te mogen doen. Samen te zingen, samen in vervoering te raken. Samen vol te worden van zijn grote boodschap voor deze wereld. Hij is opgestaan en hij is de redder voor ons allemaal. Laten we heerlijk gaan zingen.
Ik vond het een heerlijke morgen zo samen met elkaar om te mogen zingen. En om dit programma samen met Noortje voor u te mogen presenteren. Wat een prachtige liederen hebben gezongen. En wat hebben we ook een machtige boodschap. Ik wil u vanaf deze plek hele fijne dagen wensen rondom Pasen. En laten we het ook aan iedereen blijven zeggen. De Heer is waarlijk opgestaan. Ja, want wat een diepe boodschap is dat eigenlijk. De Heer is waarlijk opgestaan. Dat betekent dat wij niet meer bang hoeven te zijn. Niet meer bang hoeven te zijn voor de dood. Al heb je dat toch nog wel eens. Maar het wordt ons gezegd, wees niet bang. Want Hij leeft, Hij is ons voorgegaan. En daarvan mogen we zingen in het prachtige lied, Omdat Hij leeft. En daarna sluiten we af met het bekende, U zij de glorie. Zingt u met ons mee?